Hoi, welkom. Ga zitten. Even kijken waar dit geluid heen gaat. Hey. Neem plaats. Ik vind het vast niet erg dat ik nog even aan het eten ben. Nee hoor, nee. Dat. Kan niet even iemand anders eerst? Nee. Jawel. Ik wil eens eten. Hey. Goedemorgen. Hey, John. Ben je al dit? Nog iemand koffie? Oké, weet een van jullie hoe laat William hier is? Zullen we dat op papier zetten? Ja, dat is een goed idee. Dennis, wie ben je? Ik ben Jorrit, voorzitter van Studievereniging Argo. We zijn hier vanochtend met het hele bestuur bij elkaar gekomen om te werken aan een filmpje. Dat we zo meteen aan de eerstejaars kunnen laten zien tijdens de kick-in. Om hen uit te leggen wat de studievereniging Argo is en wat wij voor hen kunnen betekenen. Beetje spektakel erin ofzo. Ik zeg veel explosies. Meer lensflares. Gewoon meer lensflares. Nee. Ja. Jawel. Dus het is niet alsof we hier constant dingen laten ontploffen op tafel ofzo. Nee, je wil gewoon Argo naar voren brengen. Je wil laten zien wat Argo doet. Ja. Okay. Nou, in dat geval is het heel simpel. Boeken. Boeken. Waarom boeken? Als nuldejaars heb je boeken nodig om te kunnen beginnen te studeren. Argo die zorgt ervoor dat je eigenlijk goedkope boeken kunt krijgen. Dat je ook zonder enige moeite de boeken krijgt. Want wij het allemaal voor je uitzoeken wat je nodig hebt. Dus het alleen maar te bestellen en alles gaat automatisch. Zonder Argo geen boeken, geen studie. Oké, actie. Oh nee, volgens mij is er wat mis. Volgens mij heb ik niet het juiste boek bij me. Oh nee! Oh, de Terminator komt ons redden! Ik haat jullie boeken. Nu kunnen jullie studeren. I'll be back. Ja, jongens, hou maar op. Dit was echt een verschrikkelijke scène. William, hou gewoon heel even je mond. Als we dit gewoon... Kijk nou naar hem. Nou, misschien dat we toch beter vanuit het thema kunnen denken. Dat... Iets wat iedereen kent. Pokémon. Sowieso een goed idee. Iedereen kent Pokémon, toch? Een geweldig idee, man. Echt. Vroeger, ik wilde gewoon altijd de Pokémon meester worden. Dat was helemaal bezeten door het spel. Om dat nu gewoon in een filmpje te stoppen, prachtig. Al die nuljaars, die kennen het echt allemaal. Pokémon? Ga je gang. Oh, wat cool. Ik heb eindelijk mijn eigen Pokémon. Kan ik eindelijk op avontuur gaan. Pokémon? Oh, een Poliwhirl. Pikachu, ik kies jou. Pika Pika. Pikachu, gebruik snelle aanval. Pika Pika. Wat? Ik snap echt nog steeds niet wat jullie aan het doen zijn. Wat heeft dit überhaupt met Argo te maken? Ik heb een Argo-sjaal. Oké, misschien moeten we ons toch iets anders richten. Meer op sfeer bij Argo. Ja, hoe kan je dat nou... Ik weet het. Wat dan? Nou, gewoon zo. Gewoon dit. We kunnen wel heel moeilijk gaan doen en van oh, boeken, maar het draait gewoon om bier. Iedereen komt naar Argo om bier te drinken. Proost. Cheers. Hey, cheers. Ah, lekker. Nou, weet je wat? Het gaat niet om bier. Het gaat om de gezelligheid. Bovendien, ik doe iets voor vrouwen in het filmpje. Dit is echt mannengedrag. Het is niet alsof Candice geen mening heb. Ik weet dat ik straks pas het bestuur in ga, maar... Bovendien ben ik een van de TN-vrouwen. Ja, ik heb echt wel mening. Je vindt dat er iets over vrouwen moet komen? Ja, eigenlijk wel. Sowieso go vrouwen. Het
kan ook, maar ik zie gewoon de vrouwen niet in het plaatje komen hierbij. Ik weet nog niet. Ik heb wel een idee, denk ik. I don't want you to be no slave. Work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. Kak. Nee, helaas. Dank je wel. Nee, dit vindt de tentvrouw geweldig. Dus. Ja, we moeten gewoon dit hier laten zien. Gewoon hier de AK. Nee, dit is toch waar het gebeurt? Ja, voor mij is gewoon de AK, dat is het belangrijkste. Je zit gewoon hier heen, lekker rustig. Koffie, gratis, heerlijk. Thee als je wil. Eten, je hebt koeken, heerlijk. Twee soorten KitKat, vooral die white, dat is echt goddelijk. Mars, Snickers, het is gewoon mijn plek, ik zit er bijna elke dag. En als ik straks bestuur doe, zit ik gewoon elke dag. Actie. Hallo nuldejaars, kijk naar je buurman, terug naar mij, terug naar je buurman, weer terug naar mij. Helaas is hij niet zo cool als ik, maar als hij lid wordt van Argo, dan wordt hij het wel. Kijk naar beneden, terug omhoog. Je bent in de Argo-kamer. De plek waar Argo-leden, zoals jij en jouw buurman zouden kunnen zijn, heen kunnen gaan. Kijk naar je hand, nu naar de mijne. Ik heb gratis koffie die lekkerder is dan de koffie die je altijd al hebt gewild. Kijk nog eens. De koffie is nu M&M's. Als lid van Argo is alles mogelijk. Ik zit op een zitzak. Nee jongens, dit wordt het niet. Ik voel hem echt niet. Ook niet. Wat is het nou? Kunnen we nog niks bedenken? Misschien moeten ze gewoon... Nee. Waarom kunnen we dit niet? Ja, geen idee. Pokémon is fantastisch. Waarom zijn we niet terug gaan met Pokémon? Pokémon voor kleine kinderen. Sowieso, ik zei explosies, maar dat was blijkbaar ook... Dat is gewoon jouw muur. Gast, je bent dit toch niet aan het filmen, hè? Nee. Maakt het allemaal niet zoveel uit. Dingen die we tot nu toe hebben geprobeerd. En zijn gewoon allemaal belangrijk bij Argo. Studieboeken, Argo-kamer, koffie, gezelligheid. Dat allemaal samen is wat wij zijn. Weet je? Komen ze zelf achter komende weken.